zijn inderdaad belangrijk. Want je moet je voorstellen, de coalitiepartijen, de regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, die, daarvan weten we, die willen deze wet er doorheen hebben. Die staan hierachter, is jaarlang al vergaderd, zeggen ze, wij kunnen dit steunen. Maar in de Eerste Kamer, dus in de Tweede Kamer hebben die een meerderheid, en in de Eerste Kamer zullen die dan straks, ja, een extra partij nodig hebben om dit tot een meerderheid te krijgen. Nou, we weten, op rechts gaat dat niet lukken. Dus we zullen een van de twee linkse partijen, GroenLinks of de Partij van de Arbeid, nodig hebben daarvoor. Maar die zijn aan elkaar? Die zijn aan elkaar. En we weten natuurlijk niet wat die fracties gaan doen. Maar we kunnen wel een beetje vissen bij de fracties in de Tweede Kamer van die twee partijen. En die zeggen nu ook wel heel duidelijk dat zij ook willen dat er meer tijd nodig is. Zij zeggen, het is zo ingewikkeld wat er met die pensioenen gaat gebeuren. En we hebben daar nog heel veel vragen bij. Er is nog net iets te veel onduidelijk. We willen die duidelijkheid eerst hebben voordat wij ons zegen kunnen geven. Maar is dat Haagse taal voor, we willen die wet eigenlijk helemaal niet, en we even uitstellen? Nee, want in beginsel zijn die partijen niet per se tegen. Maar waar het om gaat is, je moet je voorstellen, er zit 500 miljard van ons allemaal in zo'n enorm pensioenpot. Dat gaan ze met een heel vies woord invaren, zoals het heet. En dat betekent dat wij allemaal ons eigen pensioenpotje krijgen. Nou, er zijn allerlei rekenmethodes om te berekenen hoeveel nou in het potje van de heer Groenhuizen en mevrouw Ten Apel en mevrouw meneer Mens en weet ik veel, hoeveel er in jouw potje komt. En wat je dan ook in theorie per maand als pensioen zou krijgen. Dat is nogal ingewikkeld. Dat kan heel lang gaan duren, hebben wij vorige week gehoord. Er is nu nog een commissie bezig met die parameters voor die rekenmethode. Dat is dus nog niet duidelijk. Nou, daar gaat dan de Nederlandse Bank moeten nog over kijken. En wat zegt Pieter Omtzigt, Kamerlid, die zegt, zorg nou dat je eerst weet wat dat betekent concreet qua euro's voor personen, voordat je zegt, we gaan hierover stemmen. Want dat kan wel eens veel negatiever uitpakken dan we denken. Ja.